Op zoek naar bedrijven die kinderen te eten geven. De trio en Mojana inheemse in het zuiden van Suriname hebben een soort van eigen wetboek. En het is bitterkoud in Suriname. 'S Nachts minder dan 25 graden. Goedendag, dit is Regionieuws TV Suriname van 13 januari 2023. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. Surinaamse hulpverleners zijn naarstig op zoek naar bedrijven en personen die kunnen zorgen dat honderden schoolkinderen niet meer zonder ontbijt naar school gaan. De leiding van een basisschool in de wijk Latour luidde deze week de noodklok. Reeds 7 van de 10 leerlingen komt met honger naar school. En dat worden er alsmaar meer. Ouders kunnen vanwege de toenemende verarming steeds minder voedsel inkopen voor hun gezin. Leerkrachten, ook op veel andere scholen in het land, betalen al jaren uit eigen zak dagelijks een broodje voor hun pupillen. De rek is er nu wel uit. Vandaar dat de school van Latour een beroep deed op humanitaire organisatie 1 voor 12. Maar ook daar is het geld op. De stichting riep daarom bedrijven en personen op om bij te springen. Minister Marie Levens van Onderwijs zei gisteren dat zij overweegt om de naschoolse opvang weer in te voeren. Bij dit project konden scholieren elke dag een warme maaltijd krijgen, maar het initiatief sneuvelde onder het vorige kabinet door chaos en corruptie. De trio en Wayana inheemse in het zuiden van Suriname hebben een soort van eigen wetboek. De dorpsregels zijn gebundeld in een handboek met de titel De interactie tussen de trio en Wayana inheemse gemeenschappen in Zuid-Suriname en de publieke en private stakeholders. Het handboek is geproduceerd om het voortbestaan van de gemeenschappen te garanderen en om te zorgen dat die een goed leven blijven hebben, zei grandman Jimmy Turumang bij de oplevering. Iedereen die de zuidelijke inheemse dorpsen betreedt, weet voortaan met het handboek wat daar de regels zijn. De dorpsregels zijn vastgesteld door het traditioneel gezag en de vertegenwoordigers van alle dorpen. Parlementsvoorzitter Marius B. ontving gisteren een exemplaar van het handboek. Het is een van de gesprekken van de dag. Het is deze dagen bitter koud in Suriname. De temperatuur daalt 's nachts en 's avonds naar minder dan 25 graden. Overdag wordt met moeite de 29 graden gehaald. Dat is koud, voor Surinaamse begrippen. De lage temperatuur heeft verschillende oorzaken. Noordoostenwinden, afkomstig uit gebieden waar de winter extra streng is, nemen koude lucht mee, zegt meteoroloog Jimmy Samijo. Bovendien is het nu kleine regentijd. Dagelijks hevige stortbuien met vaak forse windstoten zorgen voor nog meer verkoeling. Dat komt bovenop de zware bewolking en de zon verschuilt zich het grootste deel van de dag achter een dik wolkenpak. En dat maakt dat de temperatuur overdag tussen de 25 en 29 graden blijft. Vanaf maart is het leed waarschijnlijk geleden. Dan zal de temperatuur overdag weer als normaal op een comfortabele 30 plus graden uitkomen. Tot zover Regionieuws TV Suriname. Wilt u dagelijks op de hoogte blijven? Download onze app Regionieuws TV en nieuws melden, dat kan aan onze redactie. Suriname@regionieuws.tv. En kijkt u via YouTube, vergeet u dan niet u te abonneren. Dank voor uw aandacht en blijf vooral gezond.